Het gaat naar omstandigheden goed met Bas Muijs. Dat laat de acteur woensdag weten aan RTL Boulevard. De acteur werd afgelopen maart onder valse voorwendselen naar Arnhem gelokt, waarna hij door iemand werd mishandeld, zei zijn advocaat eerder tegen het medium. Het gaat naar omstandigheden goed. We zijn heel blij dat we de kerst met elkaar kunnen doorbrengen. Wel heeft het hem iets veranderd, vervolgt hij, maar het leven gaat door. Dat betekent dat hij zijn leven weer moet oppakken, zegt Bas. Maar dat is niet altijd makkelijk. Niet alles is nog hersteld, laat hij weten, zonder in te gaan op de details. Maar je probeert mentaal wel weer helemaal te herstellen. Dat heeft tijd nodig. Het Openbaar Ministerie liet eerder weten voornemens te zijn een vrouw uit Arnhem te vervolgen. De acteur zou op een adres een terminaal zieke fan ontmoeten, maar werd door iemand mishandeld. Dat zou de huidige vriend van de vrouw uit Arnhem zijn, schreef de Gelderlander eerder. De acteur zou zijn beschoten met een spijkerpistool en zijn keel zou zijn dichtgeknepen, schreef het AD eerder. Ook zou zijn geëist dat de acteur een video opnam waarin hij zei zijn ex-vriendin te hebben verkracht. Vervolgens werd gedreigd de video op sociale media te plaatsen als hij geen tienduizenden euro's zou betalen.